Omzichtig en met het eigen profijt voor ogen doen de Japanners wat de Nederlanders altijd geweigerd hebben. Ze benoemen Indonesiërs op bestuursposten. Ze zoeken samenwerking met nationalisten. Als militaire bezetters uiteraard. Maar wat ze bezet hebben is niet een soevereine natie. Het is een voormalige kolonie. De Nederlanders hebben altijd gezegd, ja, dat duo Sukarno-Hatta, daar willen we niks mee te maken hebben. Want dat zijn Japanse collaborateurs. Hoe zat het precies? Ja, toen Japan Indonesië aanviel, zat ik in Bananera. Dat is 6 jaar. In Bananera heb ik 6 jaar gezeten als bandeling. Nou, toen kwam telegram uit Jakarta dat hij overgebracht moest worden naar Sukabumi. Dus Bananera op de plaats van Bananera naar Sukabumi. En zo bleef ik Sukabumi wachten. Toen op 21 maart kwam daar een zekere kolonel Ogura. Japaner. Ik ging naar de kabupaten, logeerde natuurlijk bij de regent en vroeg mij te spreken. Toen de regent schreef mij een brief dat de kolonel Ogura mij graag wou spreken. En toen ik hem die middag, dat was een zaterdag, die middag wou komen. Nou, ik kwam naar hem toe, tegen 5 uur, volgens afspraak. Dan heeft hij gezegd, ja, ik ben gestuurd door de militair bestuur. Door het militair bestuur om u te brengen naar Jakarta voor een conferentie. Nou, toen had ik gevraagd naar Jakarta en werd ontvangen door kolonel Nakamura, Nakayana, een kolonel. Ja. Nou, zei je, ja, ja, groette mij en ze vragen alle leden hoe ze met mij goed. En, ja, voorlopig goed. En wat wilden ze van u? Ik zei ja, we willen met u spreken houden, maar niet nu, later maar over een paar dagen. Maar voorlopig bent u hier ons gast, onze gast. Dan hebben we voor u kamers gereserveerd in Hotel de Zen. We zijn hier niet meer in Hotel de Zen. Maar toen was het mooiste hotel in Jakarta. Nou, zei nee, ik hoef niet in Hotel de Zen te logeren, ik heb hier familie. Nou, u bent onze gast. Dus wij moeten voor uw verblijfplaats zorgen. Nou, alleen één ding moeten weten. Er is een verbod van nachtrijden. Van 6 avonds tot 6 morgens. Maar we zullen u een auto wat plaatsen en teken dat u 's avonds mag rijden. En zo kreeg ik een auto. En kijk naar het Hotel de Zen. En toen, tegen de ongeveer 4 dagen daarna, een conferentie gehouden in Gambier. Dat is het huis van een vroeger oud-president van Java's Bank was het wonen daar. Maar toen gebruikt door generaal Spoor heeft daar gewoond. En wat werd u toen gevraagd? Toen gevraagd eerst over mijn ervaringen, over of hij in Nederlandse en Japanse dienst wil werken. Of u ambtenaar wilde worden? Ambtenaar wil ik geweigerd. Ik wil geen ambtenaar worden. Ik wil alleen ambtenaar worden als ik nog niet zo vrij kom. Maar toen ik gevraagd, ja, wat wil Japan hier doen? Wil Japan hier Indonesië koloniseren of niet? Nee, dat kan Indonesië, we willen niet Indonesië koloniseren, maar wel Indonesië vrijmaken. Dat geeft een eer van soldaten. Dus hij beloofde u dat min of meer als, ja, hij beloofde als soldaat? Me. Ja, dus ik kan dat vasthouden. Dus goed, ik zal piekeren zijn. Maar ambtenaar wil ik worden. Maar laat even gezegd, ja, wilt u maar een adviseur van de Japanse regering? Nou, dat wil ik aannemen. Op één voorwaarde. Dat mijn kantoor geen enkele Japaner zit. Dat ik dan de chef ben van dat kantoor. Dus ik moet geen baas zijn, geen Japanse baas of geen Japanse onderdaan. Ambtenaar. Dus ik ben
chef van mijn kantoor. Dus als ambtenaar, als adviseur heb ik dat nodig. Ik moet u vrij advies geven. Dan heeft u goed genomen. Tanggal 17 bulan 7 tahun 2003, datanglah Perdana Menteri Tojo di Jawa dalam suasana gembira. Waktu itu makin hari makin majulah usaha pembangunan Jawa Baru. Hati kita pun gembira karena mendengar bahwa penduduk tanah Jawa dapat mengambil bagian pemerintahan dalam negeri. Percaya bahwa dengan ikutnya orang-orang Indonesia dalam pemerintahan negeri, rakyat akan memperbanyak tenaganya untuk menyiapkan segala alat yang perlu untuk meruntuhkan kekuasaan Inggris dan Amerika dan Belanda. De ogenschijnlijke broederschap van Indonesiërs en Japanners dient uiteenlopende doelen en de partijen weten dat van elkaar. Tojo wil een oorlog winnen. Sukarno de onafhankelijkheid. Ieder heeft er het zijne voor over. Indonesië moet arbeidskrachten leveren, voedsel afstaan, zich gedragen naar het voorbeeld van de bezetters.